nieuwste roddels, achterklap en andere geheimen. In de Pasta Boulevard Studio blijft niets onbesproken. De verslaggevers zijn er klaar voor. 3, 2, 1. Hallo, welkom bij Pasta Boulevard. Live vanaf de Sri Lakshmi School. De Sri Lakshmi School is een Hindoestaanse school waar je veel leert over het Hindoestaanse geloof. Wil je meer weten over ons geloof? Kijk dan naar deze reportage. Hier zijn onze goden. Mijn lievelingsgod is de god of de tijger. Kijk maar. Hoe heet die? Is het Durga Mata? Ja. Zij is Durga Mata. Het is mijn lievelingsgod omdat zij zit op een tijger. En zij heeft 8 armen. Kijk maar, daar heb je de poster. Niet wijzen. Je mag niet wijzen omdat zij heilige goden zijn. Mijn lievelingsgod is de apengod. Dat is die god. Ik vind de apengod leuk omdat hij een aap is en hij is heel sterk. Interessant, hè? Ben je ook opgegroeid met het Hindoestaanse geloof? Eigenlijk niet, maar ik vind het hier echt heel erg leuk op deze school. Er zijn hier hele leuke Hindoestaanse activiteiten, zoals yoga. Of zoals muziekles, met echte Indiase instrumenten. Hier komt het filmpje. Dit is Akshay. En hij speelt Dhol. Dit is een echt Indiaas instrument. Take it away, Akshay. Diwali is branden, kijk eens hoe ze dansen. Weet je wat Diwali is? Licht op duisternis. Diwali is branden, kijk eens hoe ze dansen. Weet je wat Diwali is? Licht op duisternis. Hallo, assistent. Make-up. Oh, we zijn live. Okay. Nou, we zijn er alweer doorheen. Dit was Pasta Boulevard. Doei!